5 uur en we gaan nu hardlopen. Het enige nadeel is, ik heb echt bijna niet geslapen, want ik ging de hele tijd denken. Ik weet niet. Maar ik kon niet slapen omdat ik het gewoon spannend vind, denk ik. En nu staat mijn vriend zo naar me te kijken en heb ik ook geen zin in, dus ik vertel het later wel. Ik haat hardlopen. Ik wacht nog op mijn gewoontes. En bij doelen staat puntjes die smelen. Dat zijn de gewoontes. Die staat op nummer 1 van de lijst. Zo, ik heb gedoucht. Ik voel me helemaal fris en fruitig. Ik ben bezig met een 12 weken boek, 12 weken plan. En daarvoor heb ik week 1 uitgeprint. Dus die gaan wij gewoon doen deze week. En die hangt helemaal hier klaar. Ik ga beginnen met een shake. Ik heb net vanochtend wel bij het opstaan een eiwitshake gedronken. Omdat ik gisteren ook al had gesport en geen spierpijn wil krijgen. En water met citroen gedronken. En dan ga ik nu even een shake maken. En kwark in doen. Ik maak half zeven. Echt raar. En ik ga om 6:30 iets doen wat ik nou echt al een hele tijd uitstel. Misschien wel jaren al. En dat had ik van de week bedacht. En dat heb ik dus op mijn to-do-list gezet. En in mijn agenda gezet voor deze ochtend. Nou, het is eigenlijk zo gebeurd. Maar het is zoiets van, ja, ik heb dat gewoon nooit gedaan. Ik ga nee-nee stickers aanvragen voor op de deur. En ik ga me registreren bij het Bel Me Niet register. Dus de opdracht van vandaag. Ga al je gewoontes eens na. Ik heb navraag gedaan bij mijn vriend, bij mijn moeder. En die hebben mij van alles toegestuurd. Maar ik heb zelf ook een lijst gemaakt. Met gewoontes die eigenlijk steeds vaker naar voren komen in mijn leven. En als ik die gewoontes zou aanpakken of verbeteren. Dan kan ik een betere versie van mezelf zijn. Te veel, te snel, tegelijk willen doen. Dus ik wil alles heel snel en tegelijk doen. En ja, dat is gewoon af en toe veel te veel hooi op mijn vork. En daarbij kom ik meteen in de volgende gewoonte. En dat is ook eigenlijk een van de redenen dat ik te veel doe. Is ik kan heel slecht nee zeggen. Geen gebruik van maken mensen. Ik pulk heel veel aan mijn lip. Dat doe ik al sinds ik kind ben. Daar wil ik heel graag van af. Dus die staat er echt hoog bovenin. Als ik het los vol zit, dan haal ik het hele velletje eraf. Maar ik douche te lang. Ik heb ook moeite om dingen uit handen te geven. Te veel afdwalen op de computer. Te veel koffie drinken. Contacten laten verwateren vind ik ook echt een slechte gewoonte van mezelf. Ik ben niet vergevingsgezind. Dit waren allemaal best wel slechte gewoontes trouwens. Er zijn ook heel veel goede. Dat ik goed bezig ben met mijn doel. Dat ik weet wat ik wil bereiken. Heel erg graag heel veel sport. En heel goed bezig ben met gezonde voeding. Mijn kind heel erg support in alles wat zij doet. Inkopen gedaan. Zo, bijna alles al ingepakt. En hoe laat is het nu? 9:15. En alweer het tweede ontbijt. Heerlijk. Daar gaat het voedingsschema. Nee, dit is een broodje gezond. Die heb ik speciaal voor jou meegenomen. In mijn agenda stond zelfs hoe laat ik precies moest gaan eten maken. Want dat is ook zo'n slechte gewoonte. Als ik eenmaal bezig ben achter de computer en aan het editen ben, dan is het gewoon echt een drama om mezelf erachter vandaan te krijgen. Koken. Tada! 10 minuten te laat. Oh my god. Is het 6:10? Ja. Hoe voel je je, schatje? Ja, energieker dan ik had verwacht. Het is 8:00 en ik heb zin
in yoga. Ik kan een power nap gebruiken. Je bent al met je, in je gewoontes bezig. Lekker gesport, schat. Ja, met Saya. Ja? Ja. Goed gegaan? Biceps, pop, pop. We waren natuurlijk lekker naar de sportschool. En we kwamen aan thuis. En we wilden de deur open doen. En de deur gaat gewoon niet open. Echt, het hele slot zat gewoon helemaal vast. Echt heel raar. Ik kan er maar niet over uit. In ieder geval, we hebben een slotenmaker gebeld. En we hebben bijna een uur moeten wachten op die slotenmaker. Ik zit nu in de auto. Het regende ook nog vet hard. Ze zijn nu bezig met de deur. Ik hoop zo dat die snel open kan. Maar we mogen niet zeuren dat het tegen zit. Want tegenslag moet extra motivatie zijn om door te gaan. Dan in bed bij mijn schoonouders. De eerste avond van de helweek is en een hel. Het is nu. Het is, wacht even kijken. Het is nu 11:55 en we hadden om 22:00 in bed moeten liggen. En dat allemaal omdat de slotenmaker onze deur niet open kreeg. En we hebben geen idee wat er aan de hand is.